Elke aflevering gaat een nieuw slachtoffer de strijd aan om zoveel mogelijk uitdagingen te doen. Degene die de meeste punten haalt na een bepaald aantal afleveringen is de winnaar van Uitdagend. En in deze eerste aflevering is de taak aan Wessel. Wessel is 17 jaar oud en werkt op dit moment bij supermarkt De Dirk. Daarnaast vindt hij gamen en voetbal leuk om te doen. Heeft hij de shine om te winnen? In deze envelop zitten de verschillende uitdagingen die Wessel gaat doen. Alsjeblieft, Wessel. Jij hebt vanaf nu 30 minuten de tijd om zoveel mogelijk verschillende uitdagingen te gaan doen. Ben je er klaar voor? Jazeker. Dan mag jij beginnen. Oké, dan gaan we beginnen. Eens even kijken hoor. Nummertje 1. Zeg tegen 3 mensen dat je een scheet hebt gelaten. Mevrouw, ik heb een scheet gelaten. Ik heb een scheet gelaten, mevrouw. Ik heb een scheet gelaten, meneer. Nou, dat waren makkelijke punten. 1,5 punten, nou dat was makkelijk. Zorg voor 5 nieuwe abonnees op Tim. Oh. Ja. Oeh. Nee, dat doen we later wel. Ja, deze nemen we. Bel een vriend en neemt die op, dan verdien je punten. En dat zijn het veel punten of 1,5 punt, bro. Jezus. Dan gaan we eens even kijken. Wie gaan we bellen? Wie gaan we bellen? Oh, ik mag maar 1 iemand bellen zeker, dus ik mag niet... Ik hoop dat hij opneemt. Die zien er niet heel beloofd uit. Hallo? Nee, helaas. Even maar. Shit, bro. Hij raakt 3 mensen ongemerkt aan in de supermarkt. Ik ga heel doen. We gaan naar de Abbie. Niet naar de Dirk. Nee, die gaat dat sowieso door. Want hij werkt bij de Dirk, hè? Nou, het is niet dat dit een levendige supermarkt is, zeg. Er is hier echt geen hond. Er is hier ook echt geen hond. Pas één. Stuk om niks te zien. We zijn niet echt goede mensen hiervoor. Dat is nummer 2. Nog maar 1. Daar zijn we eigenlijk vanaf. Ik heb een 3 aangeraakt. Er staat een camera, pik. Maak een foto van een zwaan. Nou, dan moeten we maar eens naar buiten. Wel even het milieu opruimen. Even opruimen, jongens. Neem een voorbeeld hier aan. Waar de hel is een prullenbak? Ik ga van mijn tijd af. Wat is dit nou weer? Bij de 50 likes
springt Tim de sloot in. Oké, jongens. Zo, nou, prachtig. We gaan ook even bij de rotonde dan, want dan lopen we daarna door, want daar zijn vast wel zwanen bij het water. Vast wel. Het is kut weer, we hebben echt een slechte dag uitgekozen hiervoor. I'll be your Radishar. Ik ga even op de rotonde staan. Zodra deze auto's voorbij zijn, want we zijn wel veilig. En de fietser. En hier moeten we een minuut gaan staan. Wat een goede opdracht is dit, jongens. Oh, er komt politie aan. Maar ze doen er niks tegen. Waarom ligt hier een bananenschil? Dit is echt een hele vieze rotonde. Minuutje voorbij. Ik vind van wel. Ik ga weer weg hier. We staan een minuut op de rotonde, anderhalve punt. Nou, wat was deze nou nog die hier had zitten? Zorg voor 5 nieuwe abonnees, dat doen we later. Komen er al genoeg vijf door mij, hè? Oké, dan moeten we nu een foto van de zwaan zien te fixen. Nou. Jongens, ik denk dat we die zwaan een beetje gaan opgeven, want het ziet er niet uit dat die leven. Die zijn nergens te bekennen hier in Krimpen. Dus we gaan maar weer teruglopen naar de supermarkt en dan of naar de winkelcentrum. En dan gaan we eens even kijken. Waarschijnlijk is er wel weer iets te doen in de supermarkt. Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe opdracht. Dus dan gaan we eens even een nieuwe opdracht pakken. Oké. Okay. Verwissel 2 producten van een plek in een winkel. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dan gaan we even hier om de hoek. Dit is een Aldi. En dat boeit me vrij weinig. Dus we gaan naar de Aldi en dan gaan we lekker daar meer... Nee, we doen niet 2, we gaan meer doen. We verwisselen gewoon wat. Dit is toch maar de Aldi. We gaan nu de supermarkt in. Nou, lekker naar binnen lopen. Prachtig. Het lag al niet goed, dus het lag al nog een keer niet goed. Ik vind het eigenlijk wel makkelijk. Ik heb de punt ondertussen allemaal binnen, toch? Ja, ik heb de punt binnen. Nou, dan geef het even op maar weer en dan gaan we weer eens de winkel uit en kijken wat er nu is. Kijk, dat moet niet. Oké, jongens, we hebben een nieuwe opdracht gepakt. Typ naar iemand in je contacten, verwijder mijn nummer. Nou, hier is duidelijk niet over nagedacht, aangezien ik het ook gewoon naar Tim kan sturen. Dus, dat is gewoon heel simpel. Dat is echt gewoon heel dom. Dat hadden we erbij moeten zetten, maar daar maken we zeer zeker gebruik van. Dus, dan gaan we eens even naar Tim zoeken. Tim. Tim staat hier niet bij, dan moeten we even naar WhatsApp. Heb je mijn nummer niet opgeslagen, Wessel? Ik heb jouw nummer wel opgeslagen, maar niet in berichten. Oh. Verwijder mijn nummer.
Prachtig. Nou, jongens, dat was moeilijk. Loop 15 minuten achter. Nou, we hebben geen 15 minuten meer. We hebben ondertussen nog eens voor 5 minuten, dus ja, dat ook wordt hem niet. 6 minuten. Ja, dat wordt hem niet. Oh. Nou, samen met die 5 abonnees, daar hebben we ook geen zin in. Dat is veel te veel werk. Net als de zwaan, die doen we ook niet. Daar hebben we ook geen zin in. Ga belletje lellen en word niet gesnapt. Nou. Wessel, ja? Je hebt nog maar 1 minuut. Oh. Ja. 4 huizen in 1 minuut gaat het niet worden. Nee. Dan, in 1 minuut ga ik niks kunnen doen. Dus dan, jongens, dan is dit mijn score. Je zult nu een beeld zien. Al word ik eerst, moet de rechter zich zo erg schamen, jongen, dan zijn ze echt mislukt. Ik heb echt geen hoge score neergezet. Nou, Wessel, bedankt voor het meedoen. Nou, het was zeer zeker leuk. En we gaan kijken of Wessel het goed heeft gedaan. Dan zien wij jou over 4 weken terug. Nou, ik ben benieuwd. Mag ik de envelop? Ja, u mag de envelop. Ja, niet weg willen. Nee, ik ga niet weg. Hè. Nou, dan zeg ik bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.